Ga jij voor het eerst werken met Fiscaal Insight en kan je wel wat tips en trucs gebruiken? Kijk dan naar deze video. Als fiscaal medewerker werk je vooral in Insight. Je onderhoudt hier namelijk je cliënten en werkt hier de aangifte uit. Naast je fiscale werkzaamheden kun je ook je eigen gegevens bekijken en wijzigen. Wat je kunt is afhankelijk van je autorisatie. Verder vind je in Insight onder andere je takenlijst en documenten die je kunt lezen. Het bijwerken van de cliëntgegevens kan ook in Profit. Wijzigingen die je in Insight doorvoert, werken direct door in Profit en andersom. Ik ga in deze video verder niet in op hoe je kunt werken met Profit. Laten we beginnen. Ik ben in Insight ingelogd als Cas de Graaf. En let op, mijn Insight kan er heel anders uitzien dan jouw Insight. Dit is afhankelijk van de keuzes van je organisatie en de rechten die jij hebt gekregen. Op de startpagina staat al heel veel informatie en ik kan hier snel doorklikken naar verschillende acties. Klik ik bijvoorbeeld op relatiebeheer, dan open ik een pagina waar ik het hele proces van de verkooprelaties heb staan. Klik ik op SB Plus, dan kan ik de administratie van mijn klanten openen in SB Plus. En ik kan ook bijvoorbeeld mijn uren hier boeken. Verder zie ik hier mijn takenlijst staan. Als je organisatie werkt met workflows, kan je taken in je lijst krijgen. Werk je bijvoorbeeld met een fiscale workflow, dan zie je taken die betrekking hebben op een aangifte. Denk bijvoorbeeld aan het uitwerken of beoordelen van een aangifte waar jij verantwoordelijk voor bent. Als je manager bent, kan het ook zijn dat je taken met betrekking tot het goedkeuren van verlof van je medewerkers in je takenlijst hebt staan. Ik scroll een beetje naar beneden en zie hier het kopje signalen. Bij signalen word je geattendeerd op belangrijke gebeurtenissen, zoals een jubileum, het aflopen van een tijdelijk dienstverband, het overschrijden van de betalingstermijn of het scoren van een grote order. Er zijn ook speciale signalen voor de fiscale aangifte. Je kunt deze gebruiken om proactief advies te geven aan je klanten. Denk bijvoorbeeld aan een signaal voor de mogelijkheid voor middeling of een signaal voor afgekeurde aangifte. Nu we de startpagina hebben behandeld, gaan we verder met het onderdeel fiscaal. Ook daarvoor heb ik een tegel en ik kan het starten vanuit het menu. Vanuit deze pagina kan ik kiezen voor IB, VPB of OB. Ik ga in dit voorbeeld in op de IB, maar alles wat ik hier laat zien geldt ook voor de VPB. Als ik op IB klik, dan zie ik vervolgens een groepering met verschillende tabbladen. Klik ik op cliënt IB jaargegevens, dan zie ik een overzichtspagina met gegevens van de cliënten. We noemen dit ook wel een weergave. Iedere weergave bevat cliëntgegevens. De weergave met jaargegevens toont alleen de gegevens van cliënten van één fiscaal jaar. En dat is het fiscale jaar dat je hebt ingesteld bij je voorkeuren. Wil je deze wijzigen, dan klik je op je naam, klik je op voorkeuren en kan je vervolgens hier het belastingjaar wijzigen. Dit is persoonlijk. Je kunt een weergave aanpassen door kolommen te verplaatsen. Verder kan je sommige weergaven exporteren naar Excel. Als ik bijvoorbeeld klik op cliënt IB, zie ik hier een exportknop. Ik ga voor nu terug naar de cliënt IB jaargegevens. En ik zie hier een balk. Dit is de zoekbalk, waarin je eenvoudig cliënten kunt zoeken. Als je bijvoorbeeld alleen cliënten wilt zien die in Amsterdam wonen, dan geef je in het adresveld Amsterdam in. En je ziet alleen nog maar een selecte groep van cliënten die aan het filter voldoet. Nu haal ik het filter even weg. Als je vaak filtert op dezelfde waarde, kun je ook een snelfilter vastleggen. Het snelfilter is persoonlijk. Ik heb alleen maar cliënten voor de cliëntgroep Vestiging West waarvoor ik de aangifte behandel. Ik klik hier op de filterknop en maak het filter Vestiging West. Filter op de cliëntengroep Vestiging West en ik kies voor uitvoeren bij openen. Als ik nu de weergave open, zie ik alleen nog cliënten van de Vestiging West. Wil ik weer alle cliënten zien, dan haal ik het filter weg door het filter uit te schakelen en zie ik alle gegevens weer. Ten slotte open ik de cockpit van één cliënt. Een van mijn cliënten waar ik de aangifte voor uitwerk is Tim van Tilburg. Ik klik op cockpit cliënt en ik zie hier allerlei gegevens. Zo zie ik de algemene gegevens van Tim. En als ik een beetje naar beneden scroll, zie ik bijvoorbeeld welke aangifte ik voor hem uit heb gewerkt. Verder zie ik onder acties allerlei acties wat ik in een jaar kan doen voor de cliënt IB. Ik kan bijvoorbeeld de schenkbelasting uitwerken,
of middeling aanvragen. En verder kan ik hier zijn gegevens aanpassen. En omdat Tim een partner heeft, kan ik hier snel wisselen naar zijn partner. Nu heb ik de cockpit van Elise van Tilburg van Gent open. Je ziet dat er veel mogelijk is in Fiscaal Insight en dat je al je werkzaamheden hier eenvoudig uit kunt voeren. Tot zover deze videotraining. Veel succes!